Kom je dichter zo. We zijn bezig. Ja. Hey Bjorn. Hey Bjorn. Luister Bjorn. Bjorn. Hey Bjorn. Hey Bjorn. 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 Hey Bjorn. Bjorn Verhoeven. Bjorn Verhoeven. Hey Bjorn. Hey Bjorn. 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 Hey Bjorn. 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 Hey dag Bjorn. Hey Bjorn. Hey baby. Hey Bjorn. Bol. Dat lukt dus al niet. Bjorn. Roald Bremans hier, live vanuit de vrachtwagen. Bjorn in één woord. In één woord? Dan zou ik zeggen... Dat is heel moeilijk. Dat woord moet ze nog uitvinden. Mogen het er twee zijn? Dat kan niet anders als zijn. God is een DJ. Oprecht. Aftershave. Radio Beest. Carnavalshits. Onnozel. Een sympathieke springendveld. Dan ga ik voor Glimburger. Mensenmens. Supergaardig. Een Limburgse spraakwaterval. Maar water mag je ook vervangen door pintjes. Ongeleid projectiel. Energie. Gestoord! We gaan toch proberen, er gaan er meer of één woord zijn. Dat is gewoon dit hier, even met een camera draaien. Het zonnetje in huis. Gewoon Bjorntastes. Leutig, gezond, prettig gestoord. 100% levensgenieter. Gek, maar geniaal. Vrolijk, opgewekt en blij. Limburg for life. We hebben een korte, maar intense periode met elkaar samengewerkt toen we samen de ochtendshow maakten met Tess. We go way back, zoals ze dat dan zeggen. Ja, jammer dat je gaat, hè, dat weet je. Het was fijn om jou op de radio te horen. Als ik aan Bjorn denk, dan denk ik aan iemand die altijd goed gezind is. Dank u wel voor uw ongebreideld en oneindig radio-enthousiasme. Uren en uren heb ik hier zitten luisteren naar de fantastische shows die je altijd gemaakt hebt. We kennen elkaar al zeer lang. We waren samen een van de eerste die hier op de radiovloer toekwamen. Er zit ook veel tussen het moment waarop dat Dirk van Eegen mij een aantal demos meegaf bij Top Radio, omdat Peter Hoogland er de moeite niet voor nam en ik jou daartussen hoorde. En het moment waarop dat wij samen een week mochten presenteren in Winterland, in jouw Hasselt. Dat was een heel toffe week. En daar zit ontzettend veel tussen waar heel veel mensen gewoon geen zaak mee hebben. Maar heel veel herinneringen, heel veel van alles. Heel veel dat jij weet, heel veel dat ik weet, dat wij samen weten. En dat is heel mooi. En dat zit voor altijd hier en daar en in mijn tenen. Toen ik hier toekwam in de gebouwen van Medialaan, was jij er al en maakte jij hier al radio. Toen hebben we ook een aantal jaren samengewerkt. En ik herinner mij dat jij toen je de ochtend maakte, samen met ons, je ook de pre-ochtend presenteerde. En dat deed je echt fantastisch. De connectie met de luisteraars maken, er zijn er weinig die dat kunnen zoals jij. Wat aan mij vooral bijgebleven is van u, is dat we altijd heel leuke babbels hadden tijdens de lunchpauze. Destijds op Q hebben we in de ochtend, ik denk Sven en Kurt moeten vervangen. En daar hing toen bij ons twee een geweldige magie in de lucht. Dankjewel daarvoor, Bjorn. Wat ik enorm in je bewonderde als radiomaker was hoe jij contact had met luisteraars. Hoe je laagdrempelig met hen schakelde. En zij jou ook in je hart sloten. Dat was echt een wapen en enorm je kracht. Ik vond je een fantastische kracht hier bij Joe. 5 jaar lang leuke momenten. Ik zal het nooit vergeten, maar op een gegeven moment is er een sprake geweest in de ochtendshow over de eerste kus. Toevallig moet dat lukken dat dat blijkbaar bij u gebeurd is op de carnavalsvuif in Sint-Huibrechts-Lil. En ik denk als ik dan zeg smurfin, dan weten we wel wat ik het over heb. Ik ben zelf afkomstig van Neerpelt en ik passeer daar wel eens regelmatig. En dan moet ik altijd aan u denken. Hilarisch vooral. Ik denk maar bijvoorbeeld aan het smurfenlied dat vaak aan bod kwam. En aan de taken die je opkreeg naar aanleiding van je huwelijk. En natuurlijk ook onze jaarlijkse afspraak in Winterland. Ga ik niet vergeten. En die zullen de komende jaren ook nog wel zijn. En geef toe, ja, Bjorn. In december woon jij gewoon op Winterland. Hè? Dat is gewoon je tweede thuis. Hè? Dus iedereen kent Bjorn daar ook. Ik ben altijd heel graag naar je programma's gekomen. En je hebt natuurlijk de boel aan de gang gestoken bij ons op ons huwelijk met een fantastische DJ-set. Van de schoonste momenten vond ik toen ik voor het eerste Millennium Top 1000 moest presenteren. Ik had dat nog nooit gedaan. Ik wist totaal niet wat ik moest doen. Ik vond dat zo moeilijk om daar vaart in te houden. En jij kwam toe en ik was aan het wenen en ik was compleet over mijn toeren. Omdat mij dat niet lukte. En jij zit toen echt zo kalm gebleven en je hebt mij raad gegeven, je hebt het voor mij opgenomen. Het was hier aangenaam en zeer plezant. De leukste momenten zijn eigenlijk de momenten dat wij niet samen waren, maar de momenten dat jij op de radio zat en ik naar jou aan het luisteren was. Je hebt me ongelooflijk veel begeleid tijdens de rit naar Joe toen ik nog de ochtend presenteerde met Alexandra Potvin. En jij zat nog op Q
Dus ik heb daar heel veel fijne herinneringen aan. Je hebt me heel vaak doen lachen in de wagen op weg naar Joe. En dat was perfect om wakker te worden. Dan denk ik vooral aan het moment dat jij de ochtend presenteerde. Ik kwam toen vaak pas tegen een uur of 9, 9:30 de vloer opgestapt. Nog altijd een beetje slaap in mijn ogen. Je had er dan al een halve nacht op zitten. Soms ook een hele, want dan had je helemaal niet geslapen. Je had de ochtendshow gepresenteerd. En dan nog sprong jij rond vol enthousiasme en positiviteit. Wel, voor mij werkte dat ontzettend aanstekelijk en was het ideale moment om zo de dag te beginnen. De ochtenden die wij samen hebben gedaan voor de Top 2000 een paar jaren terug, dat waren 2 weken zotte ochtenden. Ik heb me zalig geamuseerd, maar ik heb ook superveel bijgeleerd, want je bent en blijft een geniale radioman. Radio Melinda, uitzending uit de winkel, Min van Nacht. Wat het leukste moment was Kerstman in Oostende. Onvergetelijk, leuk. Luisteraars kwamen uit het binnenland om naar je te komen kijken als Kerstman. De ochtendshow die we samen deden met Tess en Matthias. De manier waarop jij connectie kan maken met een luisteraar, dat is exceptioneel. Verlies die kracht niet, want ik heb je zo ook oprecht als persoon meegemaakt. Een aantal jaren geleden samen op Winterland een hele dag programma hebben gedaan voor Joe, kerstuitzending. En daar viel het mij iedere keer ook weer op dat Björn toch zo'n ongelooflijk sociaal dier is. Zo'n sociale mens die door de luisteraars ongelooflijk op de handen werd gedragen. En hij kan er altijd de ambiance in brengen. Toen wij samen op antenne waren, het was nog in de nacht bij Q. We geraken in discussie. Ik was boos op u, jij was boos op mij. Oh, ik weet echt niet meer over dat ging. Het was zodanig hard geworden dat hij me echt van de antenne smeet. Ja, de mensen zijn er niet hoog van nu. Ja, ik was ook een beetje geschrokken. Maar dan, het grappige was dat hij me terugbelde. En dan konden we samen duidelijk maken naar de luisteraars toe dat alles in scène was gezet. En dat allemaal was dat op 1 april. Dus een geslaagde aprilgrap. Ongelooflijk hartelijk bedankt voor de mooie radiomomenten die je mij hebt gegeven wanneer ik zat te luisteren naar jou. Niet alleen bij Joe, ook bij Q en daarvoor bij Top Radio. Je had een spitsvondigheid, een hele toffe manier van je luisteraars aan te spreken. Je stond heel dicht bij die mensen en dat was fijn om te horen en een voorbeeld. En daarom van harte bedankt. Ik heb echt ontzettend veel van jou geleerd in de eerste jaren hier bij Q Music en ik ben je daar ontzettend dankbaar voor. Ik zou een serenade voor u willen zingen, iets willen spelen, misschien een dansje aan een balletbar, zowaar, maar dat gaat mij allemaal niet lukken. Er is veel wat ik niet kan, er is veel wat jij wel kan. Op radiofonisch gebied toch althans? Je bent niet alleen voor mij, maar ook voor heel wat anderen echt een radiovoorbeeld. Er zijn dingen die jij kan, die ik absoluut niet kan. En waar ik echt wel een voorbeeld kan aannemen of een puntje aan zou. Nou, nee, dat laatste niet, want misschien heb je dat wel te graag. Onlangs nog was je een live concert aan het uitzenden. Ik denk van Clouseau en zat je met de knoppen te spelen en met live en niet live en oh man, ik heb daar zo van genoten om dat te zien. Dat is echt super. De gesprekken die ik met je gevoerd heb, die kwetsbaar waren, open waren en waarin je enorm leergierig was. De blind date die Tess en jij voor mij georganiseerd hebben, waarbij ik tussen 3 meisjes mocht kiezen en dan met 1 meisje op date mocht. En wat ik het leukste vond om jou aan te doen, is dat wij jouw vrijgezellen hebben georganiseerd. Waarbij je moest fietsen met Weerman Frank, dansen met Davy en waar je ook nog in een rood hartenpak hebt moeten rondlopen. Daarvan heb ik altijd echt veel plezier aan beleefd. Ik wil je graag nog bedanken, want wij hebben toch uiteindelijk een paar jaar samen de ochtend gedaan. En ik heb dan wel veel van u geleerd. Onder andere dat er iemand bestaat als een Gert Timmermans en dat hij een nummer heeft uitgebracht, Brandend Zand. Dat Limburgers heel toffe mensen zijn. En ik wil je ook nog bedanken omdat je mij hebt geleerd om met kinderen om te gaan, nog voordat ik er zelf was aan begonnen. Ik herinner mij samen op de moto een truckrun ergens in Mol of Lommel. Je had me uitgenodigd voor een truckrun voor gehandicapten. En toen hebben wij enthousiast samen op de moto gezeten. En voor de rest heb ik in mijn leven nooit op een brommer gezeten. Maar ja, was gelukkig de chauffeur. Dat moment gaat mij voor eeuwig en voor altijd aan Björn Verhoeven doen denken. Toch zal ik samen met heel veel Joe-luisteraars jou ongelooflijk hard gaan missen op de radio. En nu hoor ik hier, bij uw afscheid, na 3 jaar, dat je eigenlijk al jaren een crush op mij hebt. Zo spijtig? Waarom heb jij dat nooit verteld? Ik wens jou sowieso ongelooflijk veel succes in je nieuwe uitdagingen. Je zal gemist worden op Joe. Ik ga u heel hard missen. Veel, veel succes met de verdere stappen die je gaat nemen in je leven. En ik hoop u straks of morgen nog wel eens ergens tegen te komen. Ik ben ervan overtuigd dat jouw toekomst er rooskleurig uit gaat zien. Toi, toi, toi. Maak er het beste van en
We'll meet again, ongetwijfeld. Ik weet zeker, met al jouw talent zal je links of rechts, als je er weer tijd voor vindt, naast al je andere drukke bezigheden, ook wel weer plek vinden om radio te maken. En je gaat dat verdomd goed doen. Ik wil toch even tijd maken om jou heel veel succes te wensen met alles wat je in de toekomst gaat doen. Bedankt voor al die toffe uren radio. Je bent een fantastische medemens, fantastische DJ en we gaan je super hard missen op de radio. Ik zal je nooit vergeten en ik zal die fantastische radiomomenten ook nooit vergeten. Ik denk dat het sterker zal zijn dan het beestje en ik vermoed dat ik jou binnenkort, misschien niet meer dit jaar, maar in 2019 of 2020, wel terug ergens zal horen op een of andere radio en dan zal ik terug met een grote smile luisteren naar jou. Alles wat je onderneemt, daar slaag je zeker en vast in. Tot in Hasselt en het ga je goed, makker. Ga je goed, vriend. En tot snel. En groetjes van het Winterland-team. Zo is dat. Het gaat goed, mateke. Ik ga je heel hard missen hier bij ons op de vloer. Maar ik wens je alle succes met alles wat je gaat doen. Succes in alles, Björn. Ongelooflijk veel succes. Ik ga jou missen en nodig mij eens uit in Hasselt. Heel veel succes in je nieuwe carrière. En tot later. Ik ben er zeker van dat dit geen echt afscheid is, want wij zien elkaar sowieso terug op de ei-feesten in Krasautum. En elke plaat die ik draai op de radio gaat er ook altijd een beetje bij ons zitten. Succes met al nog wat je doet in de toekomst. En als we elkaar tegenkomen, dan drinken we er een op. Hè. Een dikke, dikke zoen. Mwah. Limburgse Spaanse vriendin. Veel succes. Halleluja. Ciao. Bye. Baby. En we zien elkaar snel. Dag Björn. Goed luck. Bye.